Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi was al heel vroeg wakker. Die ligt te slapen in zijn box. En Liam, die ligt ook lekker te tutteren. Te slapen. En Joef, die ligt daar lekker te spelen. En Jordi ligt in zijn box te slapen. Die dag bij zijn eigen houdoe en bedankt olé olé. Ik ga heel even zijn brilletje afdoen en even iets onder zijn hoofd leggen, anders gaat het allemaal zo plakken. Ga doen. Ik heb er maar even dit van gemaakt. Ik kan het even lekker slapen. Ik vind het wel heel schattig. Ik kan er niks aan doen. Dit is de eerste keer dat hij in de box is gaan slapen. Er is hier weer iemand ontwaakt. Liam die is nog aan het slapen. En ik ben met Jordi een beetje aan het oefenen nu. Met zijn gekwel. Hij krijgt er wel iets uit. Ik had hem echt vol zitten. Dus hij krijgt er iets uit. Ik had ook extra rietjes van deze besteld. Dus als hij hem kapot maakt is dat niet zo'n ramp. Maar we doen gewoon oefenen. Maar hij is net wakker geworden, toen heb ik hem gewoon even fruit gegeven. En nou, is hij even aan het oefenen, hij is weer wakker. Dus dat wordt vanmiddag wat later slapen, denk ik. Zie je lekker rammelen? Zie je lekker rammelen? Oeh, rammelen. Ja, rammelen. Lekker rammelen, hè? Moet je vasthouden, hè? Goed vasthouden, hè? En dan doe je... Je slaat je eigen dak nog tegen je hoofd aan. Niet deze pakken. Goed zo. Goed oefenen, hè? Doe maar goed oefenen, hè? Jordi staat, of zit daar te spelen. Die heeft inmiddels al een broodje op en zijn fruitje en hij krijgt daar ook nog even een fles. Vandaag is deze knappe Bink alweer 3 maanden. Ja, tijd vliegt. Nou, lijkt veel korter, maar het is alweer even geleden. En niet dat dat erg is hoor, want ik was blij dat ik klaar was met mijn zwangerschap. Goed zo. Er zijn wel echte dingen die ik bij Jordi nooit de eerste tijd heb meegemaakt hoor. Dat is echt pas na 8 maanden of zo, 7 maanden, 6 maanden. Dat hij, zeg maar, dat Jordi iets vastpakte en iets ermee deed. Dat heeft echt even geduurd. En het gaat nu echt, het lijkt nu wel dubbel zo snel te gaan. Is natuurlijk ook zo, omdat Liam geen down heeft. Maar ja, het lijkt gewoon allemaal sneller te gaan. En probeer ik er ook wat meer van te genieten, want ik weet dat het snel voorbij is. Maar ja, dat is toch af en toe wel heel dubbel van hem. Je hebt er zo lang bij met Jordi allemaal over gedaan. En hier gaat het eigenlijk nu ineens een heel eind vanzelf. Want bij Jordi ging het niet allemaal vanzelf. Dan moest je het echt leren van vasthouden en dat soort dingen. Bij Jordi moet je nog steeds heel veel leren hoor. Maar ja, het heeft een hele tijd geduurd voordat Jordi dat echt kon. Liam die slaapt lekker en Jordi ligt lekker zijn flesje te doen en Joefke mag erbij liggen van Jordi. Voor nog wel. Ik denk dat hij hem daar wel aan de kant duwt, maar dan gaan we even afwachten. Hier,
daar begint het al. Ik ga even met die twee verder. Iedereen is wakker in huis. Behalve Joef, die ligt in zijn bench te slapen, want die heb ik even daarin gezet. Omdat ze van alles aan het uitvreten was en aan het doen was. Dus die ligt nou even daar. Zo dadelijk komt Niels thuis en dan kunnen we eten. Liam heeft net zijn fles op, dus die is ook weer blij. En ja, dit is hoe het vandaag loopt. Dadelijk als Niels thuis komt, moeten we gauw eten. Want Niels die moet dadelijk met Joef weer weg. En dan krijgt Joef zijn entingen en zijn ontworming en wat er allemaal bij hoort. Dus ja, dat gaat Niels dadelijk doen met, en ik blijf thuis met de kindjes. Dus ja. Ja, lig je daar lekker op die bumpers? Oké. Mama is hier lekker in de tuin bezig. Het onkruid aan het wieden. Mama, lukt het allemaal? Wat? Lukt het allemaal? Flikker op. Nou, je merkt het wel, de liefde is weer hoog hier. Dus. Ik ga nou Jordi zijn flesje maken. Die staat hier al in de microwave. Hier ligt er eentje. Door slapen. Oh ja, je bent wakker, Joefje. Wil je eruit? Ik moest even het afval wegbrengen en dan heb ik Joef maar even in de bench gedaan. Want anders loopt hij daar weg. Hi Joef. Waar ben je net geweest? Joef is net bij de dierenarts geweest. Daar ben ik met hem naartoe geweest. Nu heeft hij zijn kennelhoest en zijn puppycocktail gehad. Hier zit er één te lachen. Hallo. Dag Jordi. En hier is er eentje aan het mopperend spelen. In plaats van lerend spelen is deze mopperend aan het spelen. Ja. Hallo Liam. Hallo. Hoi. Wat is het allemaal? Zit hier een geluidje in? Wil je een tutje? Papa? Papie? Wat heb je allemaal te vertellen? Ben je lekker aan het spelen? Hier is een schildpadje. Ja, de schildpad, hè? Ik ga nou Jordi's fles afmaken en dan gaat Jordi lekker naar bed. Jordi is weer in bed. Het is tijd, de hoogste tijd. Weer bedankt voor een avond gezelligheid. Wij zijn gedoucht en wel en we gaan slapen. Wel trusten. Morgen hebben we een visio voor Jordi. Wel trust. Slaap lekker. Een hele goeie morgen. Jordi is kaasstengel aan het eten. Die had ik gehaald toen ik even naar de winkel was. Voor boodschapjes te halen. En Jordi naar de visio was. Je had niet zo goed je best gedaan deze keer, hè? Je had er niet zoveel zin in. Nee. Liam die ligt hier. Lekker te spelen. Heeft net ook alweer een fles gehad. En die heb ik ook geholpen met poepen. Want hij wou de fles niet eten. Had buikpijn. Dus moest ik hem even helpen. En Joef die is hier aan het ronddwarrelen en aan het doen.
Ja, mooi beestje ben jij, hè? Ja. Gisteren is hij ook nog naar de dierenarts geweest. Heeft ze prikjes alles gehad. Pas erop, jij. Pas erop, hè. Heeft ze prikjes en alles gehad. En de dierenarts vond er hartstikke goed eruit zien. Gezond ook. En ja, een heel goed hondje eigenlijk. Dus ja, wat dat betreft, we hebben ook gelijk kennelhoest. In ieder geval dat ze de kennel in zou mogen, mocht het nodig zijn. Zodat in ieder geval alles up-to-date is. En er is ook alweer een afspraak gemaakt voor de volgende entingen. Dus die, ja, die komen in juni er ook alweer aan. Poging nummer 2. Joef ligt lekker bij Jordi. Ja, niet de hond oud doen. Aaien. Ja, Joef, ik kan er niks aan doen. Hij moet altijd met dat poot, met zijn voet zo doen. Niet doen. Lief zijn voor het hondje. Ja, dus Joef lekker bij jou. Joef lief. Kijk, hij raakt hem toch wel aan, hè? Hé, je moet lief doen voor het hondje. Lief doen voor Joef. Ik hou even zijn been tegen, want ik vind nou gewoon niet dat dat niet hoeft. Hij hoeft Joef niet te schoppen. En Joef die zit mijn hand tegen te houden. Dat is een pootje van Joef. Ja. Hé, lief doen voor Joef. Ik ga heel eventjes op een andere manier doen. Het ligt nu zo. Ja, het kindje is een beetje vervelend, maar die is er niet gewend, Joef. Ja, samen vriendjes worden, hè. Doen we allemaal rustig aan, hè. Je hoeft niet doen. Hé, hey, nee. Het is gewoon speels hoor. Ze bijt niet hard. Ze doet vrij zachtjes eigenlijk nog. En vooral bij Jordi en Liam. Dus het eigenlijk heel zachtjes. Bij mij en Niels is het veel en veel harder. Dus, maar ja. Ik ga heel eventjes verder met deze twee. Liam die lag te slapen is nu ook weer wakker. En ja, ga ik even verder met mama spelen. Heb jij lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Lekker stil. Oké. Ga je mee naar beneden? Gaan we wat drinken? Ja? Ga je mee? Hi mama. Hallo. Mama is een beetje moe. Het is ook warm. En dat is best zwaar zo met die twee jong. Het gaat niet zozeer om het zwaarte, het gaat gewoon om... je bent gewoon moe en dan ben je aan het zorgen en aan het zorgen en aan het zorgen. Liam is lekker in bad geweest. Ja. En dan krijg je nou lekker een flesje. Ja. Oh mama, Liam, mama. Je bent helemaal goed. En hier is Jordi. We hebben net lekker Jordi zijn tandjes gepoetst. Hé? Hallo.
Hij zit een beetje lekker op een knuffeltje te knauwen. We geven hem die knuffel omdat hij anders altijd aan zijn bril gaat zitten. En zo heeft hij iets te doen. Het is niet zozeer om iets te doen te hebben. Het is meer ook het feit dat hij... Afleiding erin ziet. Ja, en ook bepaalde frustratie kan hij daarin kwijt. Mm-hmm. En het is een struisvogel, nee. Het is een ooievaar. Een ooievaar, dus dan leert hij ook een beetje gevogeld te eten. Hè? Nog even 5 minuten wachten en dan krijgt Jordi de fles. En dan gaat hij lekker naar bed. En dan is de avond zo weer om. Ja, ik ga lekker even opruimen. Kijk hem zo eens lekker snoepen. Ja. Hij drinkt nu wel al beter. Maar ja. Dat komt ook omdat we het poepen in de gaten houden. Ja, als de doorstroming beter is, dan gaat het drinken ook beter. Ja, alleen als hij zeg maar echt aangeeft van ik moet poepen. We kennen hem nu inmiddels. Dus als hij er aangeeft, dan laten we hem poepen. Dan helpen we hem daarmee. En dan eet hij stukken beter. Dus hij krijgt nu ook een fles met meer erin. Dus wij gaan nog even verder met de jong. Wat zeg je? Als je valt, dan leg je. Hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. En die ga ik weer eens even afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende.